Mijn naam is Joyce Overil, ik ben beeldend kunstenaar en ik maak politieke kunst. Mijn kunst gaat vaak over onderwerpen als feminisme, emancipatie, seksisme en ongelijkheid. Nou, die onderwerpen gaan mezelf natuurlijk ook heel erg aan. Ik ben een vrouw, ik heb last van die ongelijke behandeling en ik kan slecht tegen onrechtvaardigheid. Ik vind het heel oneerlijk dat wij vrouwen, die ongeveer 50% uitmaken van de hele bevolking op deze planeet, vaak als minderheid worden behandeld. Wat ik vaak meemaak bijvoorbeeld zelf is dat als ik ergens aan het fotograferen ben, dat er een man van een zekere leeftijd aankomt om mij mijn camera uit te leggen. Meisje, let je wel op dit knopje? Nou meneer, dit is mijn werk, ik weet prima hoe dat ding werkt. Mijn werk gaat dus vaak over dit soort problemen. En ik geloof erin dat als je dit soort onderwerpen aankaart en bij een breed publiek zichtbaar maakt, dat we er met z'n allen over gaan praten. En als we erover gaan praten, dan kunnen we dingen veranderen. We worden ons bewust van wat er gaande is, zowel mannen als vrouwen, want niet iedereen heeft het door. En dan kunnen we er dus ook effectief wat aan doen.